In de vorige video zagen we al dat de macht van de pauze steeds verder toenam in tijdvak 4. En dat zal ook in deze video het geval zijn. We gaan kijken naar de kruistochten, oftewel de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder meer in de vorm van die kruistochten. En dit heeft vooral met geloof te maken, maar er zit toch ook wel een politieke component aan. Maar goed, eerst pakken we even dat jaar 1000 als uitgangspunt. Want we hebben al gezien dat er vanaf het jaar 1000 van alles verandert in Europa. Het wordt langzamerhand weer een agrarisch-urbane samenleving, omdat die handel en dergelijke opbloeien. En dat zorgt er ook voor dat vanaf het jaar 1000 ongeveer West-Europa zich weer meer op het buitenland kan richten. Het is het begin van de West-Europese expansie. En expansie betekent uitbreiding. En die expansie, die uitbreiding, die gaat eigenlijk drie kanten op, zoals je hier ziet. En de redenen waarom dat nu weer gebeurt, die zullen we eens even op een rijtje zetten. Ten eerste komt dat om een aantal zaken die we al eerder zagen. Namelijk het feit dat het veiliger werd in Europa. Die invallen van die vikingen, maar ook andere volkeren zoals de Hongaren en zo, die hielden op. Daarnaast neemt door de toename van de handel ook de welvaart weer toe. En als laatste, en dat is iets wat we in de vorige video bijvoorbeeld ook zagen, West-Europa wordt steeds meer een eenheid onder gezag van die paus. Het wordt echt een christelijke wereld. Ze gaan zichzelf echt als één christelijk gebied beschouwen. En als de zaken dan intern op orde zijn, ja, dan kun je weer naar buiten toe gaan kijken. Dan kun je weer om je heen gaan kijken. En dat is precies wat er gebeurt vanaf het jaar 1000, of eigenlijk ietsje later. En we blijven even bij die figuur van die paus. Want die paus die roept aan het einde van de 11e eeuw op tot de eerste kruistocht. Kruistochten zijn legers die vanuit christelijke gebieden in West-Europa van de 11e tot de 13e eeuw naar Palestina reisden om daar de bedevaartsplaatsen te heroveren op de moslims. En dan pakken we er even een kaartje bij, want dan maakt het wat duidelijker. Om welk gebied ging het bij die kruistochten? Wat moest er veroverd worden op de moslims? Dit gebied. Het zogenaamde Heilige Land, het land waar Jezus had geleefd. Maar waarom moest dat gebied nu juist veroverd worden door die christenen? Waarom niet al eerder? Het was immers al eeuwenlang in handen van de moslims. Nou, dat had te maken met het feit dat pelgrimstochten naar Jeruzalem, en dat is toch de meest heilige stad voor de christenen, dat die steeds moeilijker werden, omdat Turkse nomadenstammen, de Seljuken, een groot deel van het Arabisch gebied veroverden. En die Turkse Seljuken, die lieten die christelijke pelgrims niet zomaar weer door, die werden steeds vaker lastiggevallen. Het werd dus steeds lastiger voor christenen om dat heilige land, om die heilige stad Jeruzalem te bereiken. En dat is het moment waarop er ook vanuit Constantinopel, die hoofdstad van dat Oost-Romeinse Rijk, dat de orthodoxe christendom, de roep om hulp komt. En de paus besluit dan dus tot de oproep van de eerste kruistocht, die in 1096 zal vertrekken, in 1095 doet hij de oproep. En je ziet dan die verschillende pijlen lopen. Nou, die eerste kruistocht, dat is die blauwe pijl die er over het midden van de kaart loopt. Maar je ziet uiteindelijk allemaal pijlen lopen, in totaal dus 7 kruistochten. De ene is succesvoller dan de andere, sommige kruistochten die bereiken het Heilige Land niet eens dus. Maar in eerste instantie lukt het de christelijke West-Europeanen om een aantal gebieden in het Heilige Land weer te veroveren. Dat worden zogenaamde kruisvaderstaten. Dat betekent niet dat de Arabieren het daar zomaar mee eens zijn, er wordt ook fel strijd om geleverd en uiteindelijk in 1291 valt de laatste kruisvaderstaat Akko en dat is het einde van die periode van die kruistochten. Maar goed, waarom waren die kruistochten zo belangrijk voor de Europeanen? Waarom deden zoveel mensen eraan mee? Want er deden heel veel mensen aan mee, zoals je hier ook ziet. De 7 kruistochten op een rijtje, ieder vakje staat voor 2000 personen. Nou, als je het wil gaan tellen, zet het filmpje maar even op pauze, maar je ziet al, er doen een heleboel mensen mee aan die kruistochten. En waarom deden zij dat? Wat waren hun motieven? Nou, er waren verschillende redenen voor en er waren ook verschillende groepen die meegingen. Dat waren gewone gelovigen, die dat deden omdat ze zo op pelgrimstocht konden, of omdat ze echt vonden dat het Heilige Land, het land van de Bijbel, bevrijd moest worden van de moslims. Daar waren vorsten bij die dus het voortouw namen, die daar veel geld in investeerden. En die deden dat omdat ze daarmee aanzien konden krijgen. Natuurlijk ook omdat ze geloofden, maar als ze zouden winnen of al door een deelname kregen zij meer aanzien in Europa. En je ziet dat een hele grote groep edellieden deelneemt. En waarom zij dat doen, dat is vanwege rijkdom en avontuur. Veroverde steden mochten geplunderd worden, nou dat leverde rijkdom op. En bovendien was er in dat feodale stelsel in Europa, in dat bestuurstelsel, was er geen plaats voor iedere edelman. Als bijvoorbeeld een oudere broer al de lenen over had genomen van zijn vader, dan zat die jongere broer met een probleem, want dan kon hij nooit meer een bestuursfunctie krijgen. Nou, dan was er kruistocht een mooi alternatief, want dan kon je misschien een leengebied krijgen in het Heilige Land, kon je daar een bestuursfunctie krijgen. Dus dat was een reden voor edellieden om mee te doen. Maar ook zij geloofden natuurlijk en ook zij wilden gewoon meer aanzien. Dus wat je in de praktijk ziet,
is dat eigenlijk die redenen door elkaar lopen. Het is een mengelmoes van redenen waarom mensen gaan. Nou, die kruistochten zijn dus een goed teken van die West-Europese expansie, die West-Europese uitbreiding. En wat we dan ook zien, is dat er verschillende kruistochten plaatsvinden. De belangrijkste dus naar het Heilige Land. Maar de paus roept ook op om Slavische en Baltische volkeren te kerstenen. Om die te bekeren. En dat is iets wat de Duitse vorsten heel sterk gaan doen. Dat is ook een soort kruistocht. En er is nog dat Iberisch Schiereiland, Spanje en Portugal, dat door de moslims veroverd was. Ook dat moest weer gekerstend worden. Ook dat moest weer veroverd worden door de christenen. Dat was die Reconquista, die herovering. En dit zijn eigenlijk alle drie voorbeelden van kruistochten. Militaire tochten dus om het christelijk geloof uit te breiden. Maar daarnaast zagen we ook al dat er grote handelsnetwerken waren. Die Vlaamse handelsteden, die Noord-Italiaanse stadstaten en die Hanzen. Ja, en dan zien we dus dat Europa eigenlijk langzamerhand er weer klaar voor is om zich weer meer met de wereld om Europa heen te gaan bemoeien. En dat is iets wat we in tijdvak 5 dan ook zien gebeuren.